vandaag de eerste dag van deel 1 van de eerste fase van de volgende stap. En dat betekent dat we meer dingen gaan mogen. We mogen naar de tandarts. Ja, om te gillen is dat. Maar ik zou nog geen kinderen meenemen, want die gaan zich doodschrikken. De tandarts ziet er op dit moment zo uit. En heel veel artikels gaan over de nieuwe regeltjes. Hoe moeilijk dat is om die na te leven, omdat die vaag zijn. En het criterium is meestal gezond verstand. Ja, dus hoe ver mag je rijden met de auto om ergens te gaan joggen? Gezond verstand. En ja, dat is een goed criterium. Hè? Dat geeft verantwoordelijkheid aan de burger. Maar dat heeft ook een nadeel. Niet iedereen beschikt over gezond verstand. Sommige mensen hebben helemaal geen gezond verstand. En die geven meestal de boetes. Ook het dragen van een mondmasker is overal anders. Over de Duitse grens is het verplicht om te gaan shoppen, een mondmasker. Over de Nederlandse grens kun je gaan shoppen zonder mondmasker. Echt een goede titel ook, hè. Wij missen de Belgen. Ja, wij jullie niet. En ook het dragen van een mondmasker, of welk mondmasker je kiest, is, ja, je mag van alles in maken. Hè. Je kunt er in maken van een handtas, van een IKEA-zak, van schoenen, van sportschoenen. Je kunt ook ineens testen of dat klopt, hè, dat die ademen. Het enige waar je op moet letten is dat je een ander niet besmet, ziek maakt met jouw adem of speeksel. Dus als je denkt dat het jouw ideeën zijn die andere mensen ziek maken, dan is het het beste inderdaad, minister Geens, om het mondmasker gewoon op je hersens te zetten. Dus, beste mensen, gebruik deze week je gezond verstand, hou het gezond en tot volgende week. Ja.